kanker heb je niet alleen. Hoe is het om te leven met iemand die kanker heeft? Wat gebeurt er als je partner kanker heeft? Wat voel je? Wat kun je doen? En hoe zorg je voor jezelf? Toen Rob Boogaert aan het revalideren was van een open hartoperatie, kreeg hij te horen dat zijn partner Irene borstkanker had. Van de ene op de andere dag werd hij niet alleen met de zorg voor Irene geconfronteerd, maar ook met de zorg voor het hele gezin. In eerste instantie kon hij dat maar op één manier aanpakken. Ja, het was inderdaad vanaf dat moment letterlijk overleven. En dat, ja, dat merkte ik ook op de manier waarop ik het eigenlijk planmatig bijna ging aanpakken ook op dat moment. Waarop we ook samen bedacht hebben van ja, hoe gaan we dat ook voor ons gezin gewoon organiseren en structureren. Zodat we er inderdaad weer heel huids met elkaar uitkomen. Nou ja, goed, eigenlijk lag de eerste focus op de kinderen toch wel, denk ik. Dat we samen wel zo bepaald en op het gezond worden van Irene. Ja, dat waren de prioriteiten. Al het andere, dat verdween eigenlijk naar de achtergrond. Inclusief mijn eigen revalidatie en daarmee misschien ook wel mijn eigen gevoel deels wel. Ik had ook het gevoel, denk ik, in die zin was ik wel bij mijn gevoel, dat ik even mezelf uit moest schakelen. Je komt wel tot de conclusie dat je er zelf ook nog bent op een gegeven moment, dat je toch wat dingen voor jezelf moet inbouwen. Dus ik ben in die periode ben ik ook een paar keer alleen een weekje op stap geweest. En dat zijn dan ook wel momenten die je dan even nodig hebt voor jezelf om adem te halen, letterlijk en figuurlijk. Wat ik dan merk, dat je op een gegeven moment na de technische therapie denkt klaar te zijn. Maar dan krijg je dus inderdaad met terugwerkende kracht je emoties. En die moet je verwerken, dat doe je op verschillende manieren. Maar dan is het op een gegeven moment ook klaar. Dan heb ik zoiets van, nou moet je er niet in blijven hangen. Ik merk ook dat ik er genoeg van heb, zeg maar, van het fenomeen borstkanker. Ik heb bijna het gevoel nu dat ik zelf een soort van borstkanker gehad lijkt te hebben. En ik heb nu echt het gevoel voor mezelf dat ik het borstkanker eigenlijk niet meer kan horen. Ik ben er echt klaar mee. En het klinkt harder dan het misschien is, maar op die manier zet je er voor jezelf misschien een punt achter. En misschien geldt dat voor Irene inderdaad niet, maar ik ben met borstkanker klaar. Ook Monique van de Ven heeft een partner die kanker heeft. Monique ervaart de situatie als zwaar en herkent zich in de woorden en ervaringen van Rob. Nou, de uitspraak van Rob dat je het woord kanker niet meer kunt horen, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want ik heb zelf ook zo'n momenten gehad, omdat alles met kanker verweven was in die periode. Dan, ja, op een gegeven moment dan kun je het niet meer horen. Dan wil je eens wat anders. En dan, ja, ik was ook af en toe gewoon heel boos. En ik vond het onrechtvaardig dat ons dit was overkomen. En ik wou mijn oude leven weer terug. En me weer druk maken over wat ik morgen moest koken. En niet hoe het er volgende maand, of we hier dan met z'n vieren of met z'n drieën zouden zijn. Normaal gesproken maak ik de afspraken en nu werd onze kalender die werd beheerd door de secretaresse van de polykliniek. En zelf had ik ook het gevoel van kanker werd het vijfde gezinslid en zat bij ons aan tafel als een ongenode gast. En had ook nog de regie in handen, die moest ik ook nog afgeven. En dat heb ik me ook heel vaak afgevraagd van, kan ik dit wel? Doe ik het wel goed? En je moet ook boodschappen doen en ik ging even goed werken. En ik was af en toe heel, heel moe. Ja. En dan voel je je af en toe, ondanks alle steun van iedereen die je krijgt, voel je je gewoon heel eenzaam. Dat je dan ook wel denkt, verdorie, waarom vraagt er niemand naar mij? En misschien is dat ook heel onredelijk, maar dat heb ik wel af en toe gedacht van ja, waarom vraagt nou niemand waarom ik moe ben? En zien ze dat dan niet? Ik wil ook niet zielig zijn. Bovendien vond ik zelf ook niet dat ik het recht had om zielig te zijn. Want Robert was zielig, ik niet. Ik was vaak gewoon boos op de hele situatie. En dan ben je moe en bang. En dan had ik wel eens iets van, ik pak mijn koffer en ik loop weg. En ik kom terug als het weer voorbij is. En dan was het niet het koffer willen pakken omdat ik
Robert of de kinderen zat was. Ik was gewoon, ik was de kanker zat. Meer dan zat. Spuugzat eigenlijk. Ja. 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 En nog af en toe. Ja. Als je partner kanker heeft, kun je vaak een machteloos gevoel hebben. De ziekte verandert immers ook jouw leven, jouw plannen en verwachtingen. Iedereen gaat daar anders mee om. Meer informatie en tips zijn te vinden op de website van KWF Kankerbestrijding of in de brochure Verder leven met kanker. Wil je hierover praten of meer informatie? Bel dan de KWF Kanker Infolijn.